is wat mij betreft een van de meest onderbelichte aspecten van ondernemerschap. Snelheid is belangrijk. En als ik mijn studenten wijs op het feit dat ze vaak te veel bordjes in de lucht hebben, dan is de vraag, waarom is dat nou zo erg? Waarom is het nou zo erg dat je en portretten maakt en workshops geeft en vrijwerk maakt en alles tegelijk een beetje aan het doen bent? Dat zit hem in het feit dat je eigenlijk nergens snelheid in maakt om daar de expert, de grote autoriteit in te worden. Je kan het vergelijken met flow. Als jij schildert of wat voor activiteit ook hebt, als jij in flow zit, dan vergeet je de tijd vliegt om en je gaat maar lekker door en door en door. En dat is wat je met ondernemen ook moet hebben. Als je iedere keer het gevoel hebt dat je iets weer een slinger moet geven en weer moet aanjagen en die website weer een duwtje geven en ik moet ook nog even met projectje met Jantje nog regelen en met Pietje en Klaasje, dan verlies je de energie, verlies je de flow en je verliest snelheid. Dus probeer daar eens aan te denken als jij 2019 ingaat. Bewaak jouw eigen flow niet alleen op je creatieve gebied, maar ook op ondernemersgebied.